keer een wedstrijdje voor een speler om tegen Madrid te kunnen spelen. Ja, dat wel. Ik heb hem gespeeld met Ajax. Vertel eens even, wat, hoe ja, ging dat toen, voor Theo? Voor de wedstrijd, voor het wel. Ja, nee, voor de wedstrijd was stom. Tijdens de wedstrijd. Maar weet je wat het is? Dat is bij Real Madrid. Real Madrid laat je voetballen. Ja. En je hebt het gevoel, toen hadden wij ook, dat je gewoon beter bent. Echt, dat gevoel heb je. Dus je gaat steeds aanvallende voetballen, steeds meer risico's nemen. En dan 4-1 thuis? Ja, en dan 2 counters. Poep, poep, 2-0 achter. Ja. Ik was bij die wedstrijd volgens mij. Volgens mij werd Ronaldo de hele wedstrijd uitgefloten. En in de tweede helft ongeveer, ik weet 10 of 15 minuten. Ze hebben volgens mij 2 jaar of 3, achter elkaar hebben ze tegen Madrid gespeeld. Dus misschien was ik toen al weg. Nou ja, maar ik zag in ieder geval iemand een sprint nemen en niemand kon hem meer bijhouden en hij scoorde. Oh, dat was ik wel.